Pakistanse Malala krijgt Four Freedoms Medal. Zeeuwse bedrijven spreiden vleugels uit naar buitenland. En 16 jaar oud en nu al huispianist bij een jazzclub. Zeeland nu. Mirjam van Wouwen. Goedenavond. Het Pakistaanse schoolmeisje Malala Yousafzai komt naar Zeeland. Op 24 mei neemt ze een van de Four Freedoms Medals in ontvangst in Middelburg. Eerdere winnaars waren Nelson Mandela, Jimmy Carter en Kofi Annan. Malala werd wereldberoemd toen ze door de Taliban werd neergeschoten wegens haar strijd voor meisjesonderwijs in Pakistan. Ze raakte zwaar gewond en moest maandenlang revalideren in Groot-Brittannië. Malala krijgt de medal voor vrijwaring van vrees. De overkoepelende onderscheiding gaat dit jaar naar het Internationale Rode Kruis en de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. De Four Freedoms Awards worden jaarlijks uitgereikt aan personen die zich sterk hebben gemaakt voor de vier vrijheden. President Roosevelt verkondigde die vrijheden in zijn historische speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941. We look forward to a world founded upon four essential human freedoms. In die toespraak zei hij dat democratie alleen tot bloei kan komen als mensen overal ter wereld het recht hebben op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees. De ceremonie wordt in de oneven jaren in New York gehouden en in de even jaren, zoals nu, in Middelburg. En er zit nog een Zeeuws tintje dit jaar aan de Four Freedoms Awards. Want Malala krijgt haar onderscheiding straks op 24 mei uit handen van de band Bluff. De overige winnaars van de Four Freedoms Awards kunt u vinden op onze website omroepzeeland.nl. Daar ook meer over het hoe en waarom van de awards. Schoenmodeketen Omoda gaat zijn producten wereldwijd verkopen. Het Zierikzeese bedrijf start na de zomer een Engelstalige website om in te spelen op de vraag van buiten Nederland en de ons omringende landen. Omoda maakt een stormachtige groei door en heeft een nieuw bedrijfspand laten bouwen aan de voet van de Zeelandbrug. Wie langs het businesspark bij Zierikzee rijdt, kan het gebouw van Omoda niet missen. Het bedrijf dat modieuze schoenen verkoopt, was eerder gevestigd in verschillende panden op een naburig industrieterrein. Maar dat werkte niet meer. Vandaar de investering in het nieuwe ultramoderne distributiecentrum. Nou, wij zaten op 5 locaties, dus het was vaak wel zoeken en heen en weer rijden. En nu kunnen we gewoon sneller leveren, sneller producten bij elkaar krijgen en meer capaciteit verwerken. Omoda zit in op een combinatie van internetverkoop en fysieke winkels. En met succes. Het bedrijf opent binnenkort in Den Bosch zijn 15e filiaal. En naast een Nederlandse, Belgische, Franse en een Duitse webshop start Omoda na de zomer ook een Engelstalige site om de rest van de wereld te kunnen bedienen. Wij verwachten zeker in de omringende landen als Engeland en als Scandinavië verwachten als eerste de meeste vraag. Maar als ik straks dus in Argentinië zit of in Thailand, dan kan ik schoenen kopen uit Zierikzee. Ja, dezelfde verwachting, ja. Medio volgende maand organiseert Omoda een open dag, zodat ook het publiek een kijkje kan nemen in het nieuwe bedrijfsgebouw. En ook in Zeeuws-Vlaanderen slaat een bedrijf zijn vleugels uit naar het buitenland. Want het erotisch postorderbedrijf Pabo uit Walsoorde opent dit jaar nog 5 nieuwe winkels in België en waarschijnlijk 3 in Duitsland. Met de nieuwe winkels wil het bedrijf vooral de vrouwelijke klanten begeleiden in de wonderenwereld van seksartikelen. Mannen zijn bijna niet meer in een seksshop te vinden. En dat is te merken in deze proeftestwinkel van Pabo in Walsoorde. De nieuwe winkels die het bedrijf opent zijn volledig ingericht op de vrouw en ingedeeld in 3 categorieën. Dat zijn categorieën naar mate van ervaring in je seksleven of in erotiek. Je start dan ook heel soft, dus dat is vaak ook de jongste doelgroep. Je ziet daar hele vrolijke kleurtjes, leuke kleine toys, starters toys. Je ziet daar ook een hele serie hangen. Laag geprijsd. Die zijn nog aan het ontwikkelen en aan het kijken van wat past nou bij mij, wat vind ik leuk. De vrouwen hebben het erotisch postorderbedrijf gered. In 2012 is het zich volledig gaan richten op de vrouw en met succes. Voor het eerst in 6 jaar is er weer winst geboekt.
Als wij ons waren blijven focussen op mannen, hadden we het niet meer gered. Hoe verder je de winkel ingaat, zul je het assortiment een beetje zien veranderen. Het gaat dan naar een vrouw vanaf 25 jaar ongeveer. Daar komt dus ook andere lingerie bij kijken. Daar starten we bijvoorbeeld al een keer met kwart cups, met open kruisjes. De toys worden daar iets duurder, maar ook van materiaal natuurlijk wat hoogwaardiger. De afgelopen jaren heeft Pabo heel wat winkels moeten sluiten. Via internet wordt nu veruit het meeste verkocht. Toch wil het bedrijf opnieuw winkels openen. Online proberen we natuurlijk ook zo goed mogelijk die begeleiding te geven. Maar dat gaat toch echt altijd nog het beste fysiek op de winkelvloer. Met een goed getraind team. Echt ook vrouwen, jonge vrouwen waar je ook je verhaal aan kwijt durft. En die jou op een goede manier kunnen begeleiden. En achter in de winkel vind je dan echt de meest ervaren vrouw. Vaak ook wel de oudste vrouw. Maar ook daar hoeft het zeker niet altijd zo te zijn. En dat is dan de fetishhoek. Dus daar gaan we echt over lak, leer, latex. Er komen de handboeien, de zweepjes en al dat soort materialen om de hoek. Eind januari opende Pabo een winkel in Amsterdam. Of er in Nederland winkels bijkomen is nog niet duidelijk. Koopt u wel eens een seksspeeltje bij een postorderbedrijf? Dat vragen we u vandaag in de stemming op de website. U mag anoniem ja of nee klikken. Bijna 1 op de 5 zegt ja, ik koop wel eens seksspeeltjes bij bedrijven zoals Pabo. De rest van de stemmers zegt nee. Het voorjaar, de tijd van nieuw leven. Omroep Zeeland is daarom deze week op kraamvisite in het dierenrijk. Bij de Mikke in Middelburg worden veel jonge dieren opgevangen die het niet redden in de natuur. En in de opvang krijgen ze een tweede kans. Dit zijn kleine konijntjes. Hoe oud zijn ze? Die zijn 10 tot 14 dagen oud. Want de ogen zijn al open. Dit zijn haasjes. Die zijn jonger dan de konijntjes. Maar ze zien er al groter uit. En die hazen die boven de grond liggen worden ook vaak meegenomen terwijl het niet nodig is. En waarom worden ze meegenomen? Omdat mensen denken, oh zielig, zo'n lief klein haasje. Die liggen alleen? Die liggen vaak alleen. En moeder komt af en toe eens langs om te controleren of het goed gaat. En dan laat ze alsjeblieft liggen. Het is vogel- en zoogdieropvang hier bij de Mikke. Wat is nou het meeste? Nog steeds meer vogels, omdat de mensen nu weten dat we ook zoogdieropvang zijn. Maar we hebben toch ook steeds meer zoogdieren. Vorig jaar heel veel hazen en konijnen. En het lijkt erop dat dit jaar weer zo is. En wat is het verhaal van dit kleine eendje? Alleen gevonden. En dan is het toch goed dat hij opgepakt is en naar hier gebracht. Anders was het voedsel voor een ander dier. Niet alleen jonge dieren worden hier opgevangen. Er zijn ook een heleboel jonge dieren al in de omgeving te zien. Wij zien op het moment veel nesten rondom ons. We zien ook veel dieren nest dragen. We hebben een ooievaarsnest, meerdere reigersnesten. Wij weten dat er al jonge reigers zitten. En we hebben zelfs kwakken die een nest aan het bouwen zijn. Dus dat is ook een soort reigers, maar ik zeg altijd, het lijkt wel alsof ze een vlechtje op de kop hebben. En die zijn iets gedrongener dan een reiger, maar machtig om te zien. Straks nog in deze Zeeland Nu. De uitkomst van een onderzoek van onze sportredactie. Welke Zeeuwse voetbalclub is het meest actief op Twitter? En 500 studenten op historische schepen, als dat maar goed gaat. Een kliko vol met speelgoed. In de gemeente Sluis krijgt iedere basisschool er één. Het doel is om de kinderen in de pauze meer te laten bewegen. Twee basisscholen in Sluis kregen vandaag de eerste kliko's. De leerlingen in Sluis mochten vandaag meteen aan de slag met het speelgoed uit de kliko's. Sommige spelletjes kennen we al lang, maar sommige zijn wat moderner. We moesten de bal overpassen en dan moesten we proberen bij de anderen te scoren. Over de lijn moesten we dan de bal leggen. En we mochten ook andere kinderen een leentje pakken uit hun broek. Je moet twee kleuren roepen, in een kring staan en dan naar elkaar gooien. Maar je moet met twee handen dezelfde kleur, alle twee de kleuren pakken, vangen. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik. Nee. Lukt het een beetje tot nu toe? Mwah. Niet echt. Doel van het project is om kinderen meer te laten bewegen. Je kunt je afvragen of zo'n kliko dan nodig is. Want de meeste kinderen op een schoolplein zitten toch nooit stil?
Nee, maar er zijn wel heel veel kinderen die hangen een beetje aan een bankje en een beetje praten met elkaar. En nu worden ze uitgenodigd door zo'n kaart te pakken, kijken wat voor materiaal ze nodig hebben. En ze gaan samen spelen. En ook met kinderen die ze bijvoorbeeld, waar ze normaal niet mee spelen, maar die het spel wel leuk vinden, is de contact ook gewoon veel beter onderling. Het speelgoed in de kliko's is ingedeeld per groep. En dat lost voor sommigen echt een probleem op. Onze spellen raken altijd kwijt omdat andere groepen ze pakken. En dan krijgen we ze niet meer terug. Dus het is wel leuk om dan nieuwe spellen te krijgen. Maar speelgoed bewaren in een kliko, dat begrijpt niet iedereen. Ik vond het wel een heel rare gedachte. Alsof je het juist weggooit. Tijdens de overhandiging is ook nog de nieuwe sportambassadeur van de gemeente Sluis geïnstalleerd. Atleet Jurie van der Hooft wordt opgevolgd door turner Guido de Wolf. De werknemers van overslagbedrijf Ovet in Terneuzen en Vlissingen gaan actie voeren voor een betere cao. Dat zegt vakbondsbestuurder Kees Bos van FNV Havens. De 100 werknemers willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een baangarantie. Vanmorgen om 7 uur liep het ultimatum af dat de vakbond had gesteld aan de directie van Ovet. De gemeente Terneuzen wil een deel van de bomen die voor overlast zorgen in de Churchilllaan, de Guido Gazellestraat en de Edward Kriekhof in Terneuzen gaan kappen. Omwonenden overhandigden in januari een petitie met 250 handtekeningen aan de gemeente. Zij vinden dat de bomen te hoog zijn en het zonlicht en uitzicht blokkeren. Zeeuwen boven de Westerschelde zijn zeer traditioneel in het geven van kindernamen. Dat blijkt uit een overzicht van het Meertens Instituut, dat jaarlijks alle voornamen registreert. In Noord- en Midden-Zeeland waren Cornelis en Maria de afgelopen jaren de populairste voornamen. In Zeeuws-Vlaanderen staan Lars en Sanne op de eerste plaats. Een caravan, een camper en een personenauto zijn vannacht in Breskens door een brand verwoest. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De brand aan de Dorpstraat in Breskens werd rond 2 uur vannacht ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de 3 voertuigen in de vlammen verloren gingen. Zeeuwse voetbalclubs zijn heel actief op Twitter. Bijna 90% van de verenigingen heeft een Twitter-account en bijna allemaal houden ze hun volgers zeer frequent op de hoogte van wat er allemaal gebeurt bij de club. De meest actieve voetbalclubs op Twitter vind je op Schouwen, want daar komt zowel de nummer 1 als 2 in de lijst vandaan. Voor wie op de hoogte wil blijven van wat er binnen de Zeeuwse voetbalwereld gebeurt, is Twitter de laatste jaren een steeds actueler medium geworden. Van de 86 Zeeuwse clubs met een eerste elftal in de standaardcompetitie hebben er 74 een Twitter-account. Martijn Nelen is namens SKNWK de actiefste voetbaltwitteraar van Zeeland, want hij verstuurde namens de club al een kleine 9000 tweets. Ja, de meisjes zijn aan het trainen, dus ik denk dat zet ik ook even op Twitter. Dus ik heb net een fotootje gemaakt. En nu even een tweet eruit dat ze heerlijk aan het trainen zijn. Het is gewoon erg leuk om mensen het rijden en zeilen van SKWK mee te geven. En dus ben ik best actief op Twitter. Ook als ze aan het trainen zijn, een fotootje, dan denk ik van ja, vanavond staat er nog niks op. Ik ga even op het sportveld kijken bij het trainen, ik maak een fotootje en ik zet hem op Twitter. Ja, het is belangrijk om je volgers te blijven voeden. Ja, maar dat vind ik dus op een website ook. En ja, mijn motto is van als je het doet, doe je het goed. En dan vind ik gewoon dat je de mensen op de hoogte moet houden en niet een week niks moet laten weten. Zo denken ze er een kleine 10 kilometer verderop in Bruinisse ook over. Brusse Boys is de nummer 2 in de Zeeuwse top 5. De initiatiefnemer richt zich vooral op jongere leden. We willen er in elk geval alles aan doen om de jeugd bij de club betrokken te houden. Nou, de jeugd is actief op de social media, dus moeten we dat als Brusse Boys ook zijn. Ja, Twitter is eigenlijk het medium om met de jeugd in contact te blijven. Ja, vind ik wel, ja. Ook in de lijst met meeste volgers, die wordt aangevoerd door de Zeeuwse zaterdaghoofdklassers, staat Brusse Boys in de top 5. Gevolgd worden is leuk, maar zelf anderen volgen is ook belangrijk. Op de hoogte blijven van wat er bij andere clubs speelt. En is het voor ons van toepassing, dan volgt daar ook zeker een retweetje van. Het is natuurlijk wel het leukste om de clubs te volgen die bij ons in de klas zitten bij het eerste elftal. Maar eigenlijk volg ik alle verenigingen, ja. Nele en Giljam raden de Zeeuwse clubs die nog niet twitteren aan om dat zo snel mogelijk te gaan doen. Zelf gaan ze in ieder geval fanatiek door. Ik wist wel dat we heel actief waren, maar niet dat we het actiefst waren binnen de amateurvoetballen in Zeeland. Dat is dan nu wel leuk om dat misschien wel gewoon zo te houden, ja. En ook ons bezoek wordt door de actiefste Zeeuwse twitteraars uiteraard met de volgers gedeeld.
Hij is 16 jaar oud en sinds kort de huispianist van een jazzclub. Martijn Wijsman uit Schuddebeurs. Dat doet niet veel muzici hem na. En hoewel hij klassiek is geschoold, heeft hij nu de jazz helemaal omarmd. Elke zondag is Martijn hier te vinden, in de Oude Smisse in Zonnemeren. En daarmee is hij hoogstwaarschijnlijk de jongste huispianist van een jazzclub in Nederland. Ik werd gevraagd door Evert en toen ben ik hier gekomen. En ja, dat klikte gelijk en toen ben ik wezen spelen. En dat was hartstikke leuk. En toen mocht ik vaker komen. De eerste paar keer was natuurlijk een beetje de kat uit de boom kijken van twee kanten uit. Want we hebben natuurlijk best wel vaste gasten die elke zondag komen op de jazzclubmiddag. En ja, die weet je goed te bespelen naast de piano. Hij doet het fantastisch. En het publiek vindt het ook heel leuk, hè Martijn? Ja. Martijn heeft een opleiding klassiek piano. Maar daar zitten ze bij een jazzclub niet op te wachten. Jazz, dat speel ik eigenlijk niet. Maar toen ben ik het een beetje gaan studeren. En nu heb ik ook best wel wat jazzstukken in mijn repertoire. En dan ben ik ook aan het uitbreiden. En ik vind het echt hartstikke leuk stijl om te spelen. Hij zit nu in 5 VWO. Je zou denken dat zo'n talentvolle pianist verder gaat studeren in de muziek. Maar Martijn denkt daar anders over. Ik zit nu te denken om maritieme techniek te gaan studeren op de TU Delft. Dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Geen concert, maar huispianist dus. Zondagmiddag zit hij weer achter zijn piano in Zonnemeren. En hij doet ook verzoeknummers. Dan heb ik gespeeld en dan zegt iemand van, kan je deze nog eens spelen? En dan doe ik dat natuurlijk gewoon. Even een blik op het weer in de provincie. Ook vandaag was het uitzonderlijk warm voor begin april, 16 tot 22 graden. Met net zoals de afgelopen dagen zon en wolken. Het was wel heijig doordat er veel stof in de lucht zit. Morgen weer zo'n dag, 18 tot 21 graden, zon, wolken en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Het was een klein cadeautje voor Vlissingen. 20 zeilschepen en 500 studenten kwamen onverwacht op bezoek. Waar de binnenhaven er door de week doorgaans een beetje verlaten bij ligt, bruist het er deze dagen van het leven. Een haast historisch plaatje in de binnenhaven van Vlissingen dinsdagavond. Ruim 20 tallships die wegens gebrek aan wind noodgedwongen in Vlissingen moesten aanmeren. 'S Middags vormden ze nog een attractie langs de Walcherse kust. De bemanning is wat minder historisch, want zo'n 500 studenten doen mee aan de Race of Classics, die de schepen van Rotterdam naar Engeland en Amsterdam voert. Ik ga even iets van een trip laten zien waar Team Zeilers op vaart deze week. Ook Isabel Albers uit Middelburg vaart mee. Zij studeert in Utrecht en is matroos op de Artemis. Even licht aan doen. Nou, zo ziet een driepersoons hut eruit. Dus één iemand slaapt bovenin en twee onderin. En dan is er nog een douche en wc. En hier slaap je dan, als het goed is. Je hebt eigenlijk best wel gebrek aan privacy, hè? Ja, maar ja. Dan vind je dat erg? Nee, niet per se. Je ligt gewoon met meisjes verder op de kamer. En je leert elkaar dan ook maar weer beter kennen. En zoveel slaap je ook niet, want we hebben verschillende shifts. Van 10 tot 4 en dan weer van 4 tot 10 en... Soms word je ook weer gewoon halverwege je bed uitgehaald omdat er iets gebeurt, moet gebeuren met de zeilen. Dus dan word je ook weer verstoord. Nou, dan komen we nu in de salon waar we meestal proberen samen te ontbijten en samen avond te eten. En waar de mededelingen komen te hangen en waar de bar is. En waar ik dus gezeten kan worden als het niet zo mooi weer is. Nou, we zijn... druk bezig met de afwas van het avondeten. Hallo. Maar dit is de kombuis. Oh. Heel goed. Ik neem aan dat iedereen hier gewoon corvée-taken heeft. Ja, elke dag andere mensen. En er is van tevoren een kookboek gemaakt om te beslissen wat we elke avond eten. Zo te ruiken is de bloemkool gegeten vandaag. En bloemkool. Helaas niet helemaal in overeenkomst met het weer, maar ja, als het daarvoor ingekocht is, dan eten we dat ook gewoon. Het weer is vandaag gunstig en vanmiddag zijn de tallships daarom vertrokken richting Engeland. En tot zover. Muziekliefhebbers, blijf kijken. Straks de Zeeuwse top 40. Ik wens u een fijne avond. Tot later.
Heeft u tips? Bel ons of mail.